Hele goede morgen allemaal. Ja, twee weken bidden en vasten. Ik heb er zin in. Ook wel een beetje lastig natuurlijk. Vanochtend uh, moest ik zomaar uh, voorbij het koffiezetapparaat lopen, waar ik normaal gesproken een heerlijke dubbele espresso uh, uithaal. Maar uh, goed, dat zijn de, de kleine lasten om het zomaar te zeggen. De winst van twee weken bidden en vasten is, uh, is geweldig mooi. Ik heb het een paar keer al in mijn leven mogen doen. En uh, ja, die eerste dagen zijn gewoon even lastig. Daar moeten we gewoon met elkaar even doorheen. Maar daarna ga je echt merken dat je, ja, dan kom je er, dan breek je even, je, 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 hoe heet dat, je, je gifstoffen in je lichaam die worden afgebroken. Uh, de suikergehalte gaat wat uh, afnemen en je gaat op een gegeven moment merken dat je veel meer in die nabijheid van de Heer komt. En uh, ik zie er echt heel erg naar uit. Ik hoop u ook. Ik heb vandaag een uh, boodschap voor u en dan ga ik even kijken of mijn PowerPoint wel werkt. Ja, kijk eens aan. Uh, vergeven en vergeten. Uh, en vandaag, weet je, een beetje onze hoop is als, als gemeente, is dat we een soort keerpunt of een mijlpaal ook met de twee weken bidden en vasten gaan hebben met elkaar. En uh, de gemeente heeft inmiddels uh, 40 jaar achter de rug. Hè, 40 jaar waarin je samen bent opgetrokken met elkaar. Waarin je lief en leed met elkaar hebt gedeeld. En ik weet niet of u uh, wel eens die ervaring hebt in je eigen leven dat. Als je in een gemeenschap leeft met elkaar, soms in je gezin of op school. We maken ook allemaal wel eens fouten. En dingen gaan soms bewust of onbewust, gaan wel eens niet goed in ons leven. En dan in de christelijke context vergeven we dan elkaar. En toch is het heel vaak zo dat, ondanks het feit dat we elkaar hebben vergeven, dat het net lijkt alsof die zonde nog een beetje aan ons blijft kleven. Dat uh, ja, we soms toch nog een soort lijstje bijhouden bij elkaar. Van ja, ik heb je wel vergeven. Maar ondertussen hebben we eigenlijk allemaal post-its op ons hoofd zitten. Ik heb hier een uh, plaatje. Oh, daar gaat mijn uh, slaat op hol. <laughs> maar een beetje als dit plaatje: uh, we zijn heel goed in staat om, denk ik, wel elkaar te vergeven. En toch is het zo dat er vaak nog plaatjes, stigma's aan ons blijven hangen. Niet zozeer dat anderen het per se bij ons doen, maar soms vinden we het zelf ook lastig om uh, vrij te komen van onze eigen fouten. En uh, om een voorbeeld te noemen, uh, wij hebben Duitse vrienden in, uh, in Duitsland. En uh, het volk Duitsland heeft natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog best wel heel veel dingen uh, niet goed gedaan. En uh, wij hebben Duitse vrienden. En op de Duitse scholen wordt veel onderwijs gegeven over hun historie. Er is echt een historisch besef uh, dat de dingen niet goed zijn gegaan. Maar in gesprek met die Duitse vrienden vertelde hij op een gegeven moment... ...ja, maar weet je, het werkt nu eigenlijk soms ook wel een beetje tegen ons... Uh, hij zegt: ik, ik, ik voel me soms ook erg belemmerd om trots te zijn, eigenlijk op ons eigen land. Het lijkt net of je niet meer uh, ja, trots op je eigen land mag zijn. Dat stigma van dat verleden dat blijft maar aan ons kleven. En dat is misschien wel herkenbaar. Het is vergelijkbaar met als we een, een verkeersboete hebben of uh, je hebt een, een straf begaan en, en, en dan kennen we dat principe dat je ook een strafblad kan krijgen. En eenmaal als je de boete hebt betaald of je hebt de gevangenisstraf gedaan, nou dan is het daarmee klaar, maar dat strafblad blijft aan je kleven. En de vraag is: is dat nou ook hoe God naar ons kijkt? En kunnen we ook als gemeente vrijkomen van ons verleden, vrijkomen van de fouten die we met elkaar soms maken? En hoe kijkt God daar nu precies naar? Nou, ik heb vandaag een uh, tekstgedeelte uitgekozen. Uh, we landen vandaag in het Oude Testament. En ik probeer te klikken. <laughs> ja, kijk eens. En we landen in uh, Leviticus hoofdstuk 16. Het is misschien een beetje een lastig boek, Leviticus. Het is niet het boek waar je misschien snel in je stille tijd uh, terecht komt. Uh, en toch is het zo dat, juist ook in het Oude Testament, Um, liggen daar hele mooie beelden van de Heer Jezus zelf? De Bijbel zegt dat elk Bijbelboek, elk gedeelte getuigt ook van Christus. En ook vandaag zullen we zien dat we um, in Leviticus iets van de Heer Jezus gaan ontdekken: een beeld. Um, Leviticus hoofdstuk 16. We landen op de grote verzoendag. En dat is eigenlijk het grootste nationale feest um, in Israël. Het is het feest, het is tevens ook een vaste dag, um, maar het is het feest um, waarop um, er allerlei rituelen plaatsvonden. En ik wil vandaag een van die rituelen eens met u uitlichten. Ook omdat het antwoord gaat geven over die vraag, ja, we vergeven wel, maar kunnen we nou ook vrijkomen van die dingen die ons zo aankleven? Um, ik wil graag met u lezen Leviticus hoofdstuk 16 en dan lees ik even de eerste versen. Dan staat het volgende. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron. Toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt. Opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Nou, als je het hebt over de aandacht weten te pakken in een verhaal, dan is dit wel een openingszin waarvan je gelijk duidelijk hebt: Wow, hier is wat aan de hand. De beide zonen van Aaron zijn gestorven omdat ze zomaar in de heerlijkheid van God zijn gekomen. En als lezer moet het ons gelijk de realiteit van de heerlijkheid van God en het ontzag wat we eigenlijk daarvoor moeten hebben, wordt gelijk duidelijk. Alles wordt gelijk op scherp gesteld. De heerlijkheid van God in het Oude Testament is ook altijd verbonden aan, aan heiligheid. Het is niet vrijblijvend, het is niet optioneel of we kunnen daar niet zomaar mee spelen. Maar God legt daar hele duidelijke principes in neer. En dan lezen we verder in vers 6 het volgende. Um, dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als een zondoffer dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de heren plaatsen, bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop ...het lot voor de heren gevallen is... ...aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen... ...om de weggaande bok te zijn... ...moet levend voor het aangezicht van de heren geplaatst worden... ...om daarmee verzoening te doen... ...door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. En dan sla ik even een gedeelte over... ...wat, wat andere rituelen betreft... ...en dan komen we in vers 20 bij... ...even kijken... Ja, nou valt mijn powerpoint weg. Ja, daar zijn we, hartstikke goed. Dan gaan we verder, daar staat het volgende. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van de ontmoeting en het altaar vertooid heeft, dan moet hij de levende bok naar de bij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleiden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van de man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Even tot zover. Twee bokjes werden op die dag uitgekozen. Twee onschuldige bokjes. En eh, er waren meerdere rituelen, zoals ik al zei. Maar we willen vandaag eens even heel specifiek kijken naar die twee bokjes. Want die twee bokjes laten ons iets zien van wat de Heer Jezus uiteindelijk aan het kruis heeft gedaan. En geeft ook het antwoord op die vraag: ja, hoe kunnen we nou van die zonde, die dan soms toch nog op een of andere manier aan ons blijft kleven, hoe kunnen we daar nou. Afstand van nemen. Um, wat was het de bedoeling? De, de, de hoge priester Aaron in dit geval, die wierp twee loten en um, afhankelijk van waar het lot in viel, opviel, werd uiteindelijk een bokje gekozen en die was bestemd voor de heren. Nou, ik wil dat, die beeldspraak wil ik heel even links laten liggen en me specifiek richten op dat andere bokje. Want dat andere bokje werd niet geslacht. Maar de priester nam het uiteindelijk, bracht het dan in de gemeenschap van dat volk. Dat volk was op die grote verzoendag daar verzameld met elkaar. Ze hadden een jaar lang weer met elkaar opgetrokken. En dan was daar die Nationale feestdag, wat tevens een vaste dag was. En dan was daar een priester en die benoemde al de zonden, alles wat er in dat jaar verkeerd was gegaan, collectief voor God en beleed dat en legde die zonde op dat bokje. Nou, ik probeer me gewoon even voor te stellen hoe dat moet zijn geweest voor die Israëlieten. Ze stonden daar als volk bij elkaar. En ze hadden al uh, in, de, in, de, in de tabernakel de gelegenheid gehad om hun persoonlijke zonde te beleiden voor het aangezicht van God. Maar nu, in deze nationale dag, was er, was er ook ruimte voor alles wat in de gemeenschap in totaliteit verkeerd was gegaan. En ik kan me zo voorstellen dat daar die, die priester die zonde ging benoemen. En, 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 en dat moet. Mensen hebben geraakt. Want tuurlijk weet je met elkaar wat voor problemen er in dat kamp eh, hebben plaatsgevonden. Hè, het zijn misschien hele lichte problemen. Dat je net toevallig naast die tent staat. Van die man die elke keer, iedere avond. Eh, kilo's knoflook door het eten moet doen. En je bent eens een keer boos geworden. Want je kan niet tegen die geur. En nou, daar is een heel conflict uit ontstaan. En dan hoor jij daar die priester zeggen. Ja, Heer, we, ja, we, 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 we bieden ook die zonde van het conflict bij u aan. En dan weet jij, hé, hey, daar dat onschuldige bokje, daar wordt mijn zonde op gelegd. En dat was eigenlijk het principe wat daar plaatsvond. Die priester die legde al die zonde die we als gemeenschap hadden gedaan, die Israëlieten hadden gedaan, legde hij op dat bokje. En vervolgens werd dat bokje de woestijn um, ingestuurd. En daar zat denk ik in dat ritueel, wat anders was dan normaal een bokje te slachten. Um, daar zat iets heel krachtigs in, want die Israëlieten zagen hoe letterlijk die zonden op dat bokje werden gelegd en dat bokje dus uit dat kamp wegliep. Dat vinden we eigenlijk in bijna geen enkel andere ritueel vinden we dat. Maar alleen in dit ritueel wordt heel duidelijk dat die zonden letterlijk het kamp uitgegaan werden. En, en ik denk dat dat heel helend moet zijn geweest voor de Israëlieten, want die zagen dat bokje letterlijk weglopen. En we kennen allemaal wel eens een keer dat begrip oude koeien uit de sloot halen. Dat je, uh, ja, dat je iets verkeerd hebt gedaan en dan komt er weer iemand naar je toe en die, die refereert weer naar dat ene punt dat, waar het op ja, eigenlijk fout is gegaan. Maar dan kon je terugwijzen naar dat moment van dat ritueel waarin dat bokje letterlijk dat kamp uit is gegaan. En dan kan je zeggen, joh, maar. Daar is al verzoening voor gedaan. Dat bokje, die zonde maakt geen onderdeel meer uit van onze gemeenschap. Zullen we ons richten op dat wat goed is? Want daar is al verzoening voor gedaan. Een heel krachtig, ik denk ook helend ritueel voor de gemeenschap. Het is overigens wel grappig, want dat bokje werd de woestijn ingeloodst naar een woestgedeelte. Ja, ze waren natuurlijk ook wel een klein beetje bang dat het bokje weer terug zou lopen. Want wat zou dat dan betekenen? En uh, het is wel grappig dat je op een gegeven moment uh, leest in de Talmud dat ze er maar voor de zekerheid een regeltje aan toe hebben gevoegd. Namelijk: het boekje moest uh, woestijn ingevoerd worden, maar dan vervolgens moest er nog even over een klif heen worden geduwd. Om even zeker te weten dat het boekje niet uh, zomaar toevallig weer terug het kamp in zou kunnen lopen. Nou, dat vind ik zelf wel eigenlijk wel grappig om te lezen hoe dat dan toch uh, ontstaat als weer ons menselijk denken, hoe we daar dan naar kijken. Um, maar er gebeurde op die dag, op die grote verzoendag, gebeurden daar um, best wel hele mooie dingen. Um, ik denk ook als we, als we dit ritueel zo, zo bekijken, dan denk ik dat als we de geschiedenis ook van de kerk um, ja, bezien, dan vinden we dit zelf, als we heel eerlijk zijn, ook best wel eens wat lastig. Wij kunnen best wel vergeven, maar vergeten vinden we gewoon lastig, als we heel eerlijk zijn. Zijn wij eigenlijk ook wel een beetje mensen die af en toe wel eens een stickertje op mensen plakken. Ja, we vergeven je wel, maar ondertussen hebben we een post-it op iemand geplakt. En dan houden we eigenlijk die persoon toch nog verantwoordelijk voor die zonde. Ondanks dat er vergeving heeft plaatsgevonden. We vinden het misschien wel makkelijker om mensen net als dat bokje de kerk uit te schoppen. En eigenlijk maar het liefst ook nog even over die klif heen te duwen, want dan hebben we geen probleem meer met elkaar. Op die dag gebeurden er eigenlijk hele mooie dingen, ook eh, ja, wonderen. Een van die wonderen was onder andere dat er een ritueel was dat ze op het bokje ook een, een rode koord, een rode scharlaken koord eh, vastbonden. En er gebeurde een wonder, namelijk op het moment dat er verzoening werd gedaan en het bokje werd weggeleid, eh, kleurde dat rode koordje kleurde wit. En voor heel dat volk werd opeens. Eigenlijk door een wonder duidelijk wat God al uh, in de Bijbel had gezegd. Namelijk in Jezaja 1 vers 18 zegt hij het volgende. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmezijn, ze zullen worden als witte wol. Ieder jaar, tot zelfs in de tempel in Jeruzalem, konden de Israëlieten zien wat daar gebeurde in de geestelijke wereld. En hoe God verzoening bracht over de zonden. Maar op een gegeven moment beschrijft de Talmud iets um, unieks. En ik wil dat even voorlezen. Er staat het volgende. En de Talmud zijn Joodse geschriften waar de Rabbijnen wat extra dingen beschrijven. Ook over de geschiedenis en de voorschriften en de wetten. En op een gegeven moment refereren ze naar de grote verzoendag. En dan lezen we daar het volgende: 40 jaar voor de verwoesting van de Tempel ging het westelijke licht uit. Het rode koord bleef rood en het lot voor de heer verscheen steeds in de linkerhand. Men placht de deuren van de tempel s'nachts te sluiten... en s'morgens op te staan en ze open aan te treffen. Wat was er aan de hand? In die hele tempeldienst, in die hele tabernakel... vonden er eigenlijk een paar hele mooie wonderen plaats. Een van die wonderen was dus dat op die grote verzoendag... dat rode koortje zomaar wit werd... Wat zo symbolisch was voor dat volk Israël, God heeft onze zonden vergeven. Maar de Talmud beschrijft dat 40 jaar voor de verwoesting van de tempel er een paar dingen in die tempel gebeuren die eigenlijk opmerkelijk waren. Namelijk het westelijke licht van de kandelaar, wat eh, normaal gesproken altijd aanbleef om symbolisch aan te duiden die tegenwoordigheid van de Heer, ging opeens uit. Iedere nacht ging het uit. Waarom ging dat nou uit? Nou, de robijnen geven daar eigenlijk niet goed antwoord op. Vervolgens, in dat ritueel, in het jaar of 40 jaar voor de verwoesting van de tempel. kleurde het rode koortje nooit meer wit. Dat wonder vond nooit meer plaats. De tempeldeuren, die normaal gesproken met twaalf man dicht moesten worden gedaan. en altijd dicht, al die jaren dicht zijn gebleven. In het jaar 40 wordt beschreven hoe iedere nacht die deuren zomaar spontaan opensprongen. Nou, we weten allemaal, als we 40 jaar voor de verwoesting van de Tempel uh, onszelf uitrekenen, dan zitten we inmiddels in het jaar 30. 30 na Christus. En we weten dat Jezus toen stierf aan het kruis. En hiermee wordt zo mooi duidelijk dat dat zondebokje. wat in het Oude Testament een ritueel was om de zonde van het volk weg te nemen. om, om het, ja, ook de individuele, maar ook de collectieve zonde letterlijk weg te nemen. Dat Jezus uiteindelijk de zondebok is geworden voor jou en voor mij, om jouw zonde ook daadwerkelijk weg te nemen. Het, oude, of het Nieuwe Testament beschrijft hoe um, Jezus. Um, voor ons niet uh, onze zonde alleen vergeeft, maar ook dus. Even kijken hoor, ja, ik zit te klikken, Ik zou hem. Gaat hij? Ja. Maar ook de zonde daadwerkelijk dus um, op Hem zijn gelegd. En dat wil ik zo. Door middel van een persoonlijke getuigenis ook uh, duidelijk maken. Maar 2 Corinthië 5, vers 21 zegt het volgende. Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. We hebben niet te maken met een God die op een afstand zegt, oh ik vergeef jouw zonde wel. Nee, we hebben te maken met een God die zegt, geef mij jouw zonde en leg het maar op mij. Jezaja zegt daar het volgende over, maar de Heer heeft ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. We zien hier zo mooi het beeld dat Jezus toen hij in Gethsemane geknield zat en daar de vraag was, wil je die beker met alle zonde en al de troep van de wereld wil je die tot je nemen? Dat was de vraag waar Jezus voor gesteld stond toen hij geknield was in Gethsemane. En hij bad, Vader, laat deze beker, al die zonden met al die troep en al die oneenigheid van mensen, al die ja, mijn zonde, jouw zonde, laat die alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Maar uiteindelijk heeft Jezus ervoor gekozen om die beker te drinken. In de allereerste plaats om zijn vader te behagen. Dat is eigenlijk het symbool van dat eerste bokje. Want dat eerste bokje was voor de Heren. De kruislood van Jezus is allereerst om zijn vader te behagen. Maar er zit ook dat symbool in van dat tweede bokje, namelijk dat Hij jou en mijn zonde tot zich nam. De onschuldige Jezus. Werd door het drinken van die beker voor het eerst geconfronteerd met de haat van een dictator die zijn land verwoest. Hij werd geconfronteerd met de trotsende hoogmoed die we allemaal in ons eigen hart kennen, maar Jezus niet had gekend. Hij werd geconfronteerd met lust en, en met onreinheid. Deze Jezus nam jouw en mijn zonde op zich en hij dronk die beker letterlijk leeg. En dat maakte dat God zijn Vader zijn gezicht van hem moest afkeren. Niet langer kon God de Vader zich verbinden aan zijn Zoon. Ik denk dat we soms niet helemaal goed begrijpen de kruisdood van Jezus. We denken dat de kruisdood zelf zo erg was voor Jezus. Ik denk persoonlijk, er zijn meerdere mensen in de geschiedenis hebben de kruisdood moeten sterven. En tuurlijk, het is een verschrikkelijke dood, en ik zou het niemand toewensen. Maar de worsteling van Jezus zat niet aan het feit dat hij lichamelijk zou moeten gaan sterven aan een kruis. De worsteling zat in Gethsemane toen hij die beker met al die zonden, al die troep, tot zich zou gaan moeten nemen. Ik heb dat principe denk ik van de zonde op de Heer leggen nooit helemaal goed begrepen. Tuurlijk, je vraagt vergeving voor je zonde, maar je zonde op Jezus leggen, heb ik eigenlijk niet altijd goed begrepen. Totdat ik op een gegeven moment, acht jaar geleden, ik was, we waren net voorganger geworden in, in Alkmaar. En ik heb u al eerder verteld dat mijn verleden is best wel een verleden met een hoop verslavingen. En uh, we waren op een gegeven moment in een periode dat we toch wel een wat intense tijd hadden een drukke tijd. En op een gegeven moment begon ik weer een worsteling te krijgen met onreinheid. En ik merkte, ik schaamde me daarvoor, want ik was voorganger. Ja, en een voorganger hoort natuurlijk heilig en rein te leven. En ik, ik had daar een hele diepe, intense worsteling mee. Normaal gesproken heb ik een, in mijn relatie met Jitske de, de afspraak dat als er iets gebeurt, dan beleid ik dat aan haar. Maar in die periode konden we elkaar even wat lastiger vinden en, en ik zat in een worsteling. En op een gegeven moment was ik in gebed en ik, ik werd als het ware in de geest naar dat moment genomen naar Gethsemane. En ik ik zag Jezus daar geknield staan. En hij stelde mij de vraag, hij zei, Pieter Jan, wil je die onreinheid, wil je die in die beker leggen en mij vragen om die beker op te drinken? En ik kon het niet. Want ik zag in de ogen van Jezus wie hij was. Zijn ogen waren zo puur, zo mooi. En, en ik kon het niet aan om, om mijn zonde in die beker te leggen en te vragen aan Jezus, wilt u die beker opdrinken? Want ik dacht aan mijn eigen dochter, we hadden net een klein dochtertje Naomi, en, en ik kon het niet over mijn hart brengen om, om na te denken dat ik mijn eigen dochter zou infecteren met, met troep en met, nou ja, hè, dit was dan even mijn zonde, maar met al die zonde, ik, het, het, geen haar op mijn hoofd zou erover denken, ik heb ook geen haar, maar uh, ik, ik, ik zou dat niet over mijn hart kunnen verkrijgen. En toch is dat wat Jezus vroeg. Op een gegeven moment heb ik het gezegd: Heer, wilt u voor mij die beker leeg drinken? En ik voelde letterlijk hoe ja, er een stuk bevrijding plaatsvond. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Dit is wat Jezus wil doen met jou en mijn zonde. Hij wil voor jou die zondebok zijn. En hij vraagt aan jou: We gaan een periode van bidden en vasten in, maar hij vraagt aan jou. Leg je zonde, leg die stigma's, leg die oordelen, leg al die dingen uit het verleden, leg dat nou op mij. En, 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 en weet dan ook dat ik het voor je wegneem. Niet langer hoeft dat meer aan je te blijven kleven, zodat je ook werkelijk vrij naar de toekomst mag gaan kijken. Ik vind dat zo'n fantastische boodschap, hoe God ons letterlijk vrij wil maken van de zonde, doordat Hij de zonde eens en voor altijd heeft weggedragen. En um, daar hebben we een paar mooie teksten nog voor in de Bijbel, en ik wil die toch nog even voorlezen. Er staat het volgende, Hebreeën 10, vers 17. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Psalm 103 zegt, zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Weet je, Gods beeld, als hij kijkt naar jou en je hebt je zonde op hem gelegd, dan ziet hij jou rein en puur aan in Christus. Waarom? Omdat de Heer toen hij aan het kruis ging en letterlijk uit Jeruzalem, buiten het kamp zogezegd, is gestorven aan het kruis om jou werkelijk vrij te maken. Weet je, we gaan twee weken van bidden en vasten in. Mijn ervaring is, is dat God dan ook met ons hart gaat dealen: met jou persoonlijk, maar ook met ons als gemeente. Als we heel eerlijk zijn, dan. Als je 40 jaar een reis maakt met elkaar, dan heb je lief en leed gedeeld en zijn daar hoogtepunten, maar ook dieptepunten. En ergens ervaar ik dat God ook deze periode wil gebruiken om de leg vrij te maken van haar verleden. Niet van de positieve dingen, niet van de wortels die God heeft gesproken, maar ook van de dingen die gewoon moeilijk zijn geweest. Um, en weet je, we, we, in de gesprekken die we hebben... komen er ook wel, best wel dingen bovendrijven. Pijn en verdriet. Dingen die mensen hebben gemist soms in het leiderschap. Of uh, ja, gewoon uh, he, soms helemaal niet bewust. He, heel vaak is dat onbewust, heeft dat plaatsgevonden. Maar er kleeft soms dan nog wel wat aan mensen of denkbeelden. En we willen gewoon deze periode ook ingaan om daar ruimte aan te geven. Met het diepe verlangen om uiteindelijk... Alles aan de Heer te kunnen geven, zodat er heelheid kan komen, ook in het huis. Heelheid op ons persoonlijk leven, maar ook heelheid in de gemeente. Waarom? Omdat ik met heel mijn hart geloof. dat God de leg wil gebruiken. in een mooie en een prachtige toekomst. Maar daarvoor is het wel nodig. dat we vrijkomen van ons verleden. Ik wil graag met u bidden. Vader, dank u wel dat we. In u, in de Heere Jezus. Heer Jezus. Hier de zondebox zien. Heer, u die werkelijk zonde wil wegnemen van ons. En daarna tegen ons zegt, ik denk er niet langer meer aan. Heer, als ik heel eerlijk zelf naar mijn eigen leven kijk, dan vind ik dat lastig. Heer, we houden vaak lijstjes van elkaar bij. We vergeven wel, maar vergeten vinden we zo moeilijk. En toch is dat, Vader, wat u doet. En Heer, als we zo twee weken gaan bidden en vasten met elkaar, Heer, dan verlangen we naar de mooie dingen. Maar we willen ook eerlijk zijn naar die dingen die, ja, toch nog heling nodig hebben of opgeruimd mogen worden. En vader, ik wil u zo bidden, Heer, als we onszelf zo verootmoedigen, ieder op zijn eigen manier. Heer, dat u heel persoonlijk tot ons zult spreken. Om ons uiteindelijk te brengen op die plek in Gethsemane, Heer, waar u die beker voor ons ja, letterlijk leegdronk. Heer, daar waar we onze zonden, onze oordelen, stigma's die we onszelf opleggen of soms anderen opleggen, aan u mogen geven. Heer, in de volle wetenschap dat u het uit ons midden wegdraagt, zodat we vrij de toekomst in mogen gaan. En Heer, u heeft een prachtige toekomst ook weggelegd voor de leg. En Vader, daar verlangen we naar om dat te gaan ontdekken. En Heer, zo willen we tegen u zeggen aan het begin van deze twee weken. Heer, hier zijn we. Heer, spreek tot onze harten. Heer, dank u wel voor wie u bent. Halleluja. Amen. Ik wil u een hele mooie twee weken toewensen. Uh, aanstaande dinsdag hebben we een gemeenschappelijke gebedsamenkomst van harten uitgenodigd. Die mededeling is al geweest. Maar mocht u toch naar aanleiding van de prediking of dingen uit het verleden, ja, het verlangen hebben om eens het gesprek aan te gaan, dan willen we ook als interimteam daartoe uh, bereid zijn. Dus stuur dan even een mailtje naar een van ons persoonlijk of naar info.leg.nl. Uh, als u daar iets over wilt delen of uh, uw hart wilt luchten. Uh, want ons diepste verlangen is: is dat we ja, de, in die zin de troep. Opruimen. Dus bij deze van harte uitgenodigd. Heel veel zegen en sterkte de komende dagen. Zonder koffie en zonder al die lekkernijen. Maar we gaan een prachtige, mooie tijd met elkaar tegemoet. Wees gezegend.